Deze keer ga ik je laten zien hoe je extra hooglichten toe kunt voegen door middel van kanalen. En als je naar deze foto kijkt, die komt rechtstreeks uit de camera, dan zie je daar al wel wat hooglichten in zitten. Op bijvoorbeeld het voorhoofd, de neus of op de kin. En die wil ik extra gaan accentueren waardoor het gezicht net een klein beetje meer diepte krijgt. Hoe ga ik dat doen? Heel simpel, ik begin gewoon met een nieuwe laag. En die laag noem ik hooglichten. Deze laag ga ik vullen met de kleur wit en dat doe ik door Alt Backspace ingedrukt te houden. En aangezien dit er gewoon overheen ligt, ga ik dit op de bedekkingsmodus zwak licht zetten. En je ziet dat er nu gewoon een hele witte waas over de foto zit en dat is niet de bedoeling. We hebben echt gewoon een selectie nodig die alleen maar die absolute hooglichten aanpakt en die gaan we nou maken door middel van kanalen. Ik zet deze laag even uit en ik klik op mijn. Kanalenpaneel. Eventueel zat het ook nog hierboven bij venster en dan bij kanalen. Wat zie je rechts in het kanalenvenster? Je ziet vier dingen: je ziet RGB, je ziet rood, groen en blauw. En wat is dat eigenlijk? Het is eigenlijk RGB, is de opsomming van alle drie de kanalen bij elkaar. En je hebt daaronder de losse kanalen. Als ik bijvoorbeeld alleen op rood klik, dit zijn alle rood tinten in mijn foto. In principe is het rood. En waar het donker is, bijvoorbeeld links en rechts van het gezicht, daar zal er weinig rood in zitten. Maar in de huid zit bijvoorbeeld veel rood. En daarom is dat ook lichter. En je hebt ook groen. En je hebt ook blauw. En de bedoeling is dat we nu een kanaal uit gaan zoeken waarin die hooglichten mooi vertegenwoordigd worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de streep op de neus, die je in alle drie de kleuren had, dan zie je dat die in rood eigenlijk niet aanwezig is. Dus die highlight op die neus, die komt uit een ander kanaal. Je hebt hem bijvoorbeeld al wel in groen, maar je hebt hem in blauw eigenlijk ook nog. En hier gaan we mee werken. Ik wil een selectie maken van dit kanaal. Dat doe je heel simpel door de ctrl ingedrukt te houden en erop te klikken. En je ziet dat er nou de zogenaamde wandelende mieren of marching ants omheen komen en dat is mijn selectie. Ga ik terug naar lagen en ga ik nu hooglichten aanzetten en klik ik op het masker. Dan wordt die selectie geladen in het masker. Hou ik de alt ingedrukt en klik ik op het masker dan zie ik het masker. En dit is dus een zwart wit weergave van het blauwe kanaal. Maar dit is nog te veel. Er is natuurlijk ook gewoon uh, blauw aanwezig in het haar. Of veel meer in het gezicht. En het gaat ons om die echte hooglichten. En het is heel simpel te doen door nu levels te selecteren met Ctrl-L. En dan kun je in het masker gewoon het zwart bijschuiven. En dan zie je dat langzaamaan die hooglichten in het gezicht geselecteerd worden. Schuif ik het wit nog een beetje aan, dan worden ze een beetje harder geselecteerd. En ik laat hem even voorlopig zo. Er is nu een selectie op het voorhoofd, op de neus en op de mond. En een heel klein beetje op de kin. En ik klik op oké. OK. Ja, je ziet dat er ook een klein beetje in het haar of op het truitje geselecteerd is. En dat kun je gewoon heel makkelijk met een penseel, in dit geval het potlood, zwart maken. Waardoor het niet mee geselecteerd wordt. Zo. En als ik nu op de laag klik, dan zie je dat er eigenlijk uh, die witte waas alleen op de hooglichten zit. Als ik het bijvoorbeeld uitzet... Dan zie je echt gewoon een verschil op haar voorhoofd en op haar neus. En ik kan dat nog een klein beetje extra aanzetten. En dat doe ik heel simpel door de laag te dupliceren. Naar Ctrl J. Voor het nette maak ik hier de naam hooglichte 2 van. En als ik nou op het masker klik, dan zie je dat ik hetzelfde masker heb. Maar ik ga dit met levels nog een klein beetje extra aanzetten. En nu heb ik er nog een extra verdieping op liggen. Dus als je ziet, dit is het origineel. En met Twee simpele handelingen eh, met een masker gemaakt met kanalen voeg ik dus gewoon extra hooglichten toe in een handomdraai.